Voor de Defensieorganisatie is leiding geven van essentieel belang. Zonder effectief leiderschap zijn de gewenste successen niet haalbaar. Woorden van kolonel Justus Hiwaki van het Instituut voor Defensieopleidingen. Op vrijdag 2 februari bij de uitreiking van certificaten aan deelnemers van een leiderschapstraining. En deskundigen van het expertisecentrum Leiderschap Defensie uit Nederland hebben deze leersessie verzorgd. De training trok bijna 100 deelnemers aan, waaronder militairen, burgerpersoneel en leden van de Defensieraad. Het ECLD heeft het IDO eerder ondersteund in de introductie van een leiderschapsvisie voor de Surinaamse Defensieorganisatie. Kolonel Hiwaki zegt dat de Defensieminister Krishna Kumari Mathura en haar staf hiermee hebben laten zien dat ze bereid zijn zich te blijven scholen. Voor zo'n organisatie als de Defensieorganisatie is leidinggeven een zeer cruciale aspect. Je kunt heel wat middelen hebben, je kunt heel wat mensen hebben, maar als er geen goede leiding is, dan zal je niet die successen halen als wat je beoogt. In dat kader hebben we als partner gevonden het ECLD om ons hierin te ondersteunen, om onze defensievisie die wij zelf hebben ontwikkeld en ook vaardigheden binnen deze visie, om die door te laten sijpelen naar onze mensen. Kolonel Muiskens gaf aan dat de Defensieraad als team aanzienlijke stappen heeft gezet met actieve deelname van Surinaamse militairen aan de trainingen. Ik geloof wel bijna 120 of 130 militairen van de Surinaamse Defensie die we allemaal gezien hebben in die trainingen. En ik kan wel zeggen dat ook de sfeer in die trainingen heel erg goed is geweest en dat we met elkaar en van elkaar geleerd hebben. Dus ja, alles bij elkaar kijken we terug op een enorm plezierig werkbezoek. En ja, wellicht dat ook in de toekomst een en ander nog voortgezet gaat worden. Het team anticipeerde ook op de toekomstige vooruitgang van de Defensieraad als een geheel, waarbij aanzienlijke stappen en een zeer betrokken deelname van de Surinaamse militairen aan de trainingen wordt verwacht.